Hey, super dat je Hoi. kijkt. Hoi. Hoi, wij zijn Jeroen en Wanda, je weet wel, van de Tekentovenaar. En wij willen jullie vandaag laten zien wat wij altijd doen voor de kinderen. Want de kinderen die hier komen met een kinderfeestje, die krijgen van ons iets heel bijzonders. En wij zijn kunstenaars, dus wij maken. Ja, hij zit er even op. Hij zit Oh, er op. hey, we laten even zien wat we hebben gemaakt voor de jaar. Moet je eens even kijken. Zal ik beginnen of ga jij Ik beginnen? ga wel beginnen. Vandaag komen dus twee. Even kijken. Zoe komt vandaag en Esmee komt vandaag. Dus daar hebben we iets moois voor gemaakt. En kijk eens even wat Wanda helemaal zelf heeft gemaakt. Helemaal gehaakt zelf. Is er echt al een tijdje mee bezig geweest en zo. En die gaan we vandaag dus aan ze geven. Dat vinden ze echt heel mooi. En ik heb natuurlijk, ik ben een tekentovenaar. En dat ben ik niet zomaar omdat ik natuurlijk van tekenen hou. Kijk, dit heb ik voor Zoe gemaakt. Dat is een van onze katten. Zie je, dat is tofu. Kijk, die heb ik gemaakt. Die ga ik geven. En ik heb voor Esmee, kijk eens even, een mooi paard gemaakt. Zie je dat? Dus die gaan we vanmiddag geven. En ze vinden het eigenlijk altijd wel leuk. Kijk, volgende week. Laat ik even zien, hè, want vandaag hebben we toevallig allemaal meisjes. We hebben ook heel veel jongens en zo. Ik heb voor volgende week, kijk eens even. Heb ik al Spider-Man voor een jongen. En ik heb eentje gemaakt. Kijk eens even. Hulk. Ik maak gewoon lekker wat ik zelf leuk vind. Wat ik denk van, oh, dat vind ik fijn. Dan ga ik gewoon tekenen en dat gaan we geven. Dus dat wilden we eventjes laten zien. Want, hebben we nog verder iets te melden? Nee, we gaan morgen gewoon weer nieuwe video's maken en zo. We gaan elke keer om 3 uur gaan we een video posten. Hè, een vlogje maken. Zodat jullie steeds meer een beetje een idee hebben van hoe wij leven en wat we allemaal doen. Ik ben ook klaar bijna met een nieuw schilderij. En Wanda is ook met iets moois bezig. Dat gaan we natuurlijk ook laten zien. Hè? Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk de vieze liedjes te luisteren op Spotify en zo. Dus tot de volgende keer. Doei Doei! doei.